Donna Molenghi is 25 jaar oud en in deze garage in Nairobi oefent ze met het bijstellen van de remmen van deze wagen. En ze is een van de 25 vrouwen in deze cursus. Die is opgezet door de lokale organisatie Lady Mechanica. En de dames krijgen les in alle technische onderdelen van auto-onderhoud. Like fitting the engine, fitting the any bearings, brake. The car had the problem, the engine, the oil. A problem with the oil. So you want to see what's the problem. If it is the gaskets, lubrication is had a problem. En de dames repareren ook auto's die betrokken zijn geweest in een ongeluk. That's an accident, hè? Yeah, this is another accident. You see? And it's a Nissan. It had very many people inside just because of careless driving. Verkeersveiligheid is een groot probleem in Kenia. Volgens de Wegeninspectie overlijden 3000 mensen per jaar in het verkeer. En dat is een van de hoogste cijfers ter wereld. Donna en haar medecursisten proberen een sprankje verbetering te brengen. We don't want to lose more lives in Kenya because of road accidents. No, we should be conscious about ourselves and about our life. So that's why we want people to be concerned about the road safety and take safety precautions, like wearing a belt. People just ignore that. De overheid probeert dan wel de wegen op te knappen, maar volgens de vrouwen zit de echte verbetering in het beter leren rijden van de automobilisten. En dat zijn in Kenia de mannen. Kenyan men are driving carelessly. They're not adhering to road safety. They're endangering our lives, their lives, our kids. And kids have a lifespan of a long period. Donna is stevast van plan om van haar echtgenoot een heer in het verkeer te maken. He has to think about me, our kids and about himself. If he leaves me at this age, it won't be good. So he has to drive carefully. En terwijl de dames oefenen, kijken de mannen van een afstandje toe naar de vrouwen die hun territorium komen verstoren. Maar sommigen zeggen eraan gewend te raken. It's a cultural belief. They believe ladies can't work, but we see they do work better. De leraar is inderdaad overtuigd van de vakkundigheid van zijn vrouwen. Ladies better than men. Why? As I can say to you, she concentrates faster than men. En geproefd hebbend aan de wondere wereld van de automobiel, is Donna van plan daar haar toekomst van te maken. My dream in this job is to recruit more ladies, more women, and to have my own spare parts workshop. To be a self-employed woman, I'll employ myself. I wouldn't like to be employed by anyone. That's my dream. De oprichter van Lady Mechanica is Linda Wafula, en ze hoopt dat haar studenten zich blijven inzetten voor een beter verkeer. They know the dangers of using an equipment like a car, because a car is an equipment, and I believe they will be sending that message back home to their households, to their husbands, and even in the community. De cursus duurt 6 maanden. En daarna zouden deze dames wel eens een dagelijks fenomeen kunnen worden op dit garagepark in Nairobi.